Steven Debbie Perchat, de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, zegt dat de sancties die de EU en de Verenigde Staten tegen Rusland treffen, in de eerste instantie geen effect zullen hebben op ons land, omdat Suriname geen handelspartner is van Rusland. Staatsolie produceert olie en we vroegen aan Debbie Perchat als Staatsolie haar voorraden nu zou moeten aanhouden. Oké, dat is één ding. Je kan wat Suriname zelf produceert lokaal houden. Maar die deviezen die we verdienen door het te exporteren hebben we ook hard nodig. Dus inderdaad is dat een mogelijkheid om naar te kijken. Maar hoe meer wij gebruiken van onze eigen lokale productie, hoe minder wij exporteren, hoe minder dollars we hebben. Net op het moment dat we die dollarvoorraad nodig hebben om onze koers te stabiliseren. Maar dat is één van die punten waar de overheid, financiën, handel en industrie, eigenlijk economische zaken, naar zal moeten kijken. De voorzitter van de VES geeft verder aan dat we los van het buitenlands beleid ook moeten kijken naar het economisch en financieel beleid van ons land, waardoor we kunnen nagaan welke impact de oorlog zal hebben op ons land. We moeten onze eigen draaiboek hebben hoe we dit gaan aanpakken voor de komende maanden, besluit Debbie Perchat. Vanavond om 20:00 kijkt u in het programma Q&A naar een gesprek met de directeur van Staatsolie, de heer Anand Jagisser.